Die bij zo'n Kiza. Doe maar, hij is er langs. En overtreding, ja ja, en geel. Dat kan niet anders. Polak gaat geel krijgen. De Jeugd International in dienst van Dynamo. Galactui achter de bal. Indraaiend, eerste paal, verrassend. Alweer. Galactui, poging 2. Nu tweede paal. Ja! Ja! Daar gaat hij! Daar gaat hij! Het is van Beukering en hij verdient hem. Uitstekende goal in de situatie waarin die Roemenen zo doodsbenauwd van waren. Vrije trappen, corners. Rillen deed er net niets. Alleen bij de gedachte al. Ja, dat kun je wel lachen. Dik en dik verdiend. Galactui wacht op het goede moment. De schijnbeweging, de bal bij de tweede paal. De tegenstander valt. Van Beukering heeft de ruimte en doet het uitstekend. Ropotan, zijn tegenstander, doet wat hij altijd doet als de bal in de buurt komt vallen. En dat moet je niet doen als je 2 meter van je eigen goal staat. Niet met Van Beukering bij je. Stea. Nog één keer die diepe bal. En daar is dan de kans. Is daar dan de kans? Bal is los. Gaat hij erin? Nee, hij gaat erover. Het is een 100% kans. Het is die ene 100% kans waar Dynamo nog op hoopte. Niet meer dan dat. Kijk eens. Vallend achterover. Dat is nou net wat je niet wilt. Over 2 wedstrijden beter dan Dynamo. Het is een feit. Johannesson fluit af. De Nijmegenaren komen als een gek de dugout uit. En vieren feest. Het wonder is geschied. Babels gaat naar de fans. Daar is hij als eerste. Pothuizen erachteraan. Natuurlijk. Zomer. Shirts gaan uit. Nu mag het. En shirts gaan het publiek in. Nu mag het. Nijmegen feest. Nijmegen gaat naar de groepsfase van de UEFA Cup. Feesten de Nijmegenaren. Dan moeten ze oppassen dat dat hek niet omgaat. Dat kost je weer een boete. Maar het feest is compleet en de teleurstelling bij Dynamo, die zeker wisten dat ze beter waren dan NEC over 2 wedstrijden, die teleurstelling is enorm. NEC is door 1-0 in Nijmegen gewonnen, 0-0 gelijk in Roemenië. NEC gaat naar de groepsfase.